kunt er goede dingen mee doen en je kunt er kwade dingen mee doen. En dat blijft een rat race. Die tokenization, die moet je denk ik op dit moment niet onderschatten. Dus duik daarin. Leuk dat je kijkt naar deze video. Hoe ziet de toekomst van de financiële wereld eruit? En in dit gesprek ook eens een kijkje in wat de rol is van de overheid in deze technologische wereld. Daarover praat ik met een absolute expert, Marloes Pomp. Van harte welkom, Marloes. Dankjewel. Ja, want je hebt wel ervaring met het onderwerp tech in relatie tot de overheid, toch? Ja, ik train al jaren topambtenaren in nieuwe technologieën en ik heb al heel veel pilots gedaan binnen de overheid om te ontdekken wat je ermee kan. Pilots zijn populair in de overheid? Nou ja, dat is wat ik probeer te doen is leren door te doen. En dan kan een pilot goed werken. Ja, precies. Ja. Even bij het begin beginnen, want ik heb je natuurlijk uitgebreid onderzocht. En dat vond ik wel erg grappig, want je hebt wel echt een tech-profiel. Hè? En je bent betrokken bij de Dutch Blockchain Coalition. Hij doet veel voor die overheid. Opkomende technologieën wil jij duiden, zoals je zo mooi zegt. Maar je hebt psychologie gestudeerd. Ja, klopt. En ik heb ook nog heel lang onderzoek gedaan naar deugden. Oh, ja. Een heel ander onderwerp. Ja. Ja, maar ik denk maar dat. Hoe komt het zo? Ja, ik heb gewerkt voor het programma Vernieuwing Rijksdienst. Dat ging over hoe vernieuwen we de overheid. Ja. Nou, dan heb je al snel met tech te maken. En toen ontdekte ik dat ik dat toch eigenlijk wel heel erg leuk vond. Maar ja, toen ik daarmee begon, dat was in de tijd dat Twitter opkwam. Ja, toen moest ik gewoon echt zelf leren. Door video's te bekijken, te leren programmeren, alles online, mezelf eigen te maken. Dus je bent autodidact ook, wat dat betreft. Ja, alleen ik... Heb je psychologie-achtergrond geholpen? Ja, absoluut. Ik denk als ik met een ICT-achtergrond was geschoold... dan dat zie ik bij heel veel ICT'ers om mij heen... dan ben je toch in een bepaald paradigma... en bepaalde vaardigheden heb je aangeleerd. En als je dan opeens iets heel anders moet doen qua technologie... is dat nog niet eens zo heel makkelijk. En juist als je vanuit een andere achtergrond komt... is het wat makkelijker om tussen die technologieën heen en weer te bewegen... en open te staan voor wat er nog meer kan. Ja, want het verandert nogal, hè? Het verandert nogal. Want in het begin had ik zoiets van, we gaan het gesprek over blockchain praten... maar ik denk dat het is maar een kapstokje, denk ik, hè, of zo. Want waar staat die term? Laten we er toch even mee beginnen. Ja? Wat betekent blockchain voor jou? Ja, ik zie het als een een technologie die past bij de... ontwikkeling waar we nu toch al in zitten. Je zag dat organisaties eerst heel bezig waren om zelf te digitaliseren, hun eigen processen. En langzamerhand gaat het toe naar de digitalisering van ketens. En de meeste processen zijn nou eenmaal ketenprocessen. Dus men was denk ik gewoon op zoek naar een technologie die dat kon ondersteunen. En blockchain paste daar heel goed bij. Decentrale technologie, is dat dan wat de kern is? Ja, het is decentraal, maar het is ook vooral bedoeld om een gezamenlijke administratie of een gezamenlijk proces in te richten. En dan past die blockchain... is vaak de goede technologie voor dat vraagstuk. Staat het in contrast met het feit dat een overheid nogal centraal geregeld is? Nee, want ook de overheid zit in al die ketenprocessen. Of het nou gaat over logistieke processen of in de gezondheidszorg. De overheid, bijna altijd heeft de overheid wel een rol daarin. Dus het past denk ik juist heel goed bij overheidsprocessen. Hoe vaak moet jij uitleggen wat blockchain is, instrumenteel? Dat doe ik eigenlijk nooit meer. Nee. Terwijl een paar jaar geleden dagelijks. Ja. Maar nu doe je het nooit meer? Nou, ik denk dat de meeste... Kijk, in eerste instantie moest je heel erg uitleggen wat is technologie zelf. Vervolgens kregen we die Bitcoin-hype. En dan moest je uitleggen dat het weer anders is dan, dan Bitcoin zelf. En nu is langzamerhand begint het wel meer gemeengoed te worden. Dus nu gaat het meer over van en hoe werkt het dan? Wat kun je er dan precies mee en hoe werken die projecten? Want is het oude wijn nieuwe zakken, blockchain, of is het echt iets nieuws? Beide, denk ik. Aan de ene kant is het gewoon het digitaliseren van ketenprocessen. Gewoon digitalisering, automatisering, het efficiënter maken van processen. Dat is niet zo heel nieuw, maar er zit nog steeds wel een stukje aan die technologie... wat echt weer nieuwe concepten met zich meebrengt. En bijvoorbeeld het tokeniseren. Ja. Dat hebben we nog lang niet... helemaal ontdekt. Wat je er allemaal mee kan. Wat je daar allemaal mee kan. En dat zal ook echt nog wel andere businessmodellen met zich meebrengen. Wat ik altijd last vind te begrijpen, maar persoonlijk, is dat het aan de ene kant heel transparant is. Hè? Van we kunnen de zaak niet meer beduvelen, want iedereen weet alles en je deelt alles. Hè? Ja. En tegelijkertijd het een ideaal platform is om precies datgene te doen wat er tegen wat er in schril contrast staat aan. Ja. Nee, dat is namelijk illegaliteit en criminele activiteiten, omdat bronnen niet te achterhalen zijn. Hoe leg je dat uit? Ja, ik denk dat dat maakt het wel heel interessant. Ja. Ik denk wel dat het voor alle technologieën geldt. Dus ook voor AI of voor wat dan ook. Ja. Je kunt er goede dingen mee doen en je kunt er kwade dingen mee doen. En dat blijft een rat race.
Dat pleit er alleen maar meer voor dat je tegen die technologie aan moet bemoeien. En dat je moet weten hoe het werkt, wat je ermee kunt. Anders loop je helemaal, win je die wedstrijd niet meer. Bij blockchain is het niet meer, denk ik, dan bij andere technologieën. En ik denk ook dat het in verhouding nog wel meevalt wat er dan aan criminaliteit gebeurt op dit moment met blockchain technologie of met cryptomunten. Ja. Als je dat vergelijkt met alle oude criminaliteit. Ja, dat is ook zo. Maar ik neem niet weg dat ik wel me daar ook soms wel zorgen over maak. Als je bijvoorbeeld nu kijkt hoe criminelen communiceren. Dan kun je nu nog soms bijvoorbeeld dark web uit de lucht halen doordat je bepaalde services weghaalt. Mm-hmm. Wat als dat meer en meer decentraal wordt, wordt het wel ingewikkelder. Ja. Dus kun je niet meteen klik op de knop even een dingetje de lucht uithalen? Nee, dus het is wel niet alleen. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Ja, maar je moet daar denk ik ook echt wel bovenop zetten. Ja. En je digitale veiligheid. Ik hoorde laatst iemand die vergeleken met, we maken ons nu nog zorgen over hoe we de fysieke planeet overdragen aan de volgende generatie. En veel minder over hoe we die digitale planeet overdragen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is dat we daar ook over gaan nadenken. En dan maak ik me wel degelijk zorgen over hoe technologie ook misbruikt kan worden. Ja. Kijken naar de overheid en zometeen het bruggetje naar finance maken. Maar laten we eerst overheid breed eens pakken. Pak er eens een pilot uit waarvan je zegt van die daar kan ik over praten. En die vond ik wel heel boeiend om een bepaalde reden. Er zijn meerdere. Ik vind in de logistieke sector gebeuren mooie dingen. We zijn bijvoorbeeld betrokken bij een samenwerking tussen de haven Rotterdam en de haven Singapore. Die werken beide aan een project rondom de bill of lading. Dat is eigenlijk het eigendomsbewijs wat aan een container hangt. Mm. Daarvan zou je zeggen dat moet sowieso digitaal. En dat willen ze ook. Maar blockchain lijkt wel de technologie te zijn die wereldwijd geaccepteerd wordt om eindelijk dat document digitaal te maken. En dat betekent dat als jij een container verscheept van Rotterdam naar Singapore, dat je hem kan volgen, maar dat het ook het eigendomsbewijs digitaal is. Nou, en wat voor rol heeft de overheid dan in dit soort type projecten? Het moet natuurlijk geaccepteerd worden door de douane aan beide kanten, door de inspecties die erbij betrokken zijn. Dus je zult dan moeten samenwerken om het werkend te krijgen. En ik zie de overheid van Singapore en de overheid van Nederland. Ja, dat matcht lekker. We zijn bij kleine landjes. Dus houden van de innovatie. Dit wordt getest. En wat maakt dan voor de tochter wat meer leek, die ik ook representeer, zeg maar. Ja. Wat maakt het dan een blockchain project? Want dat kun je ook gewoon technologisch doen, lijkt mij, met bestaande technologie. Dit is typisch een voorbeeld van een project waarvan iedereen al lang vindt van die documenten moeten digitaal en dat soort processen moeten digitaal. En waarom hangt er nog een papieren documentje aan? Ja. Maar tot nu toe is het niet gelukt. Dus je kunt in dit soort projecten blockchain zien als de juiste technologie waarbij het wel geaccepteerd wordt. Wat blijkbaar toch net dat stukje vertrouwen geeft om die slag te maken. Ik wil niet zeggen dat je het niet anders had kunnen oplossen, maar het is niet anders opgelost. Dus het is ook ten dele gewoon een technologie die als katalysator dient voor innovatie? Ja, alleen tegelijkertijd is het ook een soort basis waarop je dan weer allerlei andere dingen kunt bouwen. Doordat die ketens transparanter worden, kun je ook misschien makkelijker financieren. Dus dan kom je al in het hoekje van trade finance. Kun je het slimmer maken of kun je ook fraude makkelijker detecteren. De douane heeft bijvoorbeeld het probleem dat de volumes heel hoog zijn van al die pakketjes. Welke ga je eruit halen? Ja. Ja, als je met dit soort blockchain platformen administraties gaat werken, kun je het misschien wel slimmer doen. Dus er worden nu mensen die met cijfers bezig zijn, die hier naar kijken, die worden al nerveus. Van wie is het dan allemaal en zo? En van wie regisseert dit dan? En dat soort vragen. Ja, en dat is toen ik begon met blockchain projecten, toen leek het ook een soort decentraal feestje te zijn. Dat is anarchistisch. Van iedereen. Ja, en dat is denk ik minder realistisch. Het is toch vrij vaak wel van iemand. Dus het is vaak of een spin-off van een aantal partijen die met elkaar dit initiëren. En dat wordt dan een nieuw bedrijf. Of het is van een groot blockchain platform. Dus het is wel degelijk van iemand. En de governance, dus de afspraken die je onderling maakt, die moet. Daar zijn ook weer pakkenboek, hele stapels afspraken. Dus het is niet zo anarchistisch als het in eerste instantie leek. En de Belastingdienst, hè? Of het ministerie van Financiën dan wat breder. Ja, die hebben ook een heel mooi project. Nou, vertel. Die doen compliance by design. Dat... Wie, de Belastingdienst of de Financiën? Ministerie van Financiën. Compliance by design. Ja, die bouwen aan een soort open infrastructuur om voor
ja, als je subsidies verstrekt, dan wil je eigenlijk weten van, ja, is dat geld goed uitgegeven en voldoet het aan alle regels, aan de compliance. Ja. En zij hebben nu een blockchain-oplossing gebouwd voor het verstrekken van subsidies. En dat kunnen hele grote zijn, zoals Europese landbouwsubsidies, maar het kunnen ook hele kleine zijn. Waarbij het geld alleen wordt uitgekeerd als het aan al die voorwaarden voldoet, die je dan in zo'n smart contract vastlegt. Ja. Smart contracting is echt een belangrijk onderdeel waar blockchain heel erg geschikt voor is, toch? Ja, geautomatiseerde contractjes, ja. Software. En hoe werkt zo'n pilot dan bij het ministerie? Want ik bedoel, ik kan sceptisch misschien doen, maar dan toch, ik vertegenwoordig ook een beetje de kijker. En die denkt, ja gast, de overheid en dan zeg maar dit soort pilots. Hoe krijg je dat van de grond? Hoe werkt dat dan? Ja, nou dan kom ik even op voor de overheid. Ga je de landsbreken voor de overheid? Ja, ja. Heel goed. Ik vind de Nederlandse overheid het heel goed doen. Wat we in Nederland heel goed doen is die publiek-private samenwerking opzetten. Zoals bij de Nederlandse Blockchain Coalitie. Dat is een model waarbij je de overheid is lid. Ja. Een heleboel corporates, start-ups en vrijwel alle universiteiten, hogescholen. Triple Helix, wat ze noemen. Dat Triple Helix model. Ja. En ik reis heel veel. Ik ben verantwoordelijk voor de internationale strategie van de Nederlandse Blockchain Coalitie en van de AI-coalitie. Dus ik zie heel veel andere overheden ook aan het werk. En dit stukje, daar zijn we echt by far het beste in. En hoe kan dat? Ja, ik denk omdat we gewoon zo ontzettend klein zijn en het zit in ons DNA. Dus we zijn gewend om met elkaar samen te werken. En we weten ook vrij snel wie we moeten hebben. Dus het is, en we gaan ook relatief snel even bij elkaar zitten om dan samen aan een project te werken. En de Nederlandse overheid is dus bij ontzettend veel pilots, blockchain-projecten, AI-projecten betrokken. Of als initiator, zoals bij Compliance by Design van het ministerie van Financiën. Dat, dat is hun initiatief. Ja. Maar zoals bij logistiek, dan haken ze aan. Als, daar lopen we echt in voorop. Dus, En over vooroplopen gesproken, de Belastingdienst die staat ook best wel onder druk. Hè? Ik bedoel, en wat ik met name veel hoor is, het loopt vast op zijn complexiteit. Weet je, er zijn te veel regels die niet met elkaar stroken. En ja, en dat gaat blockchain ook niet oplossen natuurlijk. En een andere technologie. Maar doen jullie wel pilots in die financiële hoek bij Belastingdienst of niet? De Belastingdienst is weer, er lopen een aantal Europese trajecten ook, blockchain projecten. En daar is de Belastingdienst wel aangehaakt. Maar ze zijn niet de initiatiefnemer van een aantal blockchain projecten hier in Nederland. Voor zover ik weet op dit moment. Als jij nou een pilot mocht verzinnen en jij mocht ik geef jou nu de opdracht. Van, ga jij nou die Belastingdienst en je mag hem helemaal scratch, mag je hem helemaal opnieuw designen. Ah, leuk, hè? Ja, dat is een mooie opdracht. Nou is dat een enorm ingewikkelde vraag. Maar wat zijn dan elementen die meteen in je hoofd schieten dat je denkt, daar zou ik dit zou ik wel uitzoeken? Nou, wat blockchain dwingt je sowieso al om in ketens na te denken en met elkaar ook naar het proces te kijken. En ik denk dat je bij heel veel processen die ook bij de Belastingdienst spelen, zoals de toeslagen, laten we die maar meteen pakken. Mm-hmm. Dan denk ik door met elkaar zo'n proces in te richten, dat die al een stuk beter zou worden. En als je dan ook nog blockchain technologie daaronder legt, dan maak je enerzijds fraude ingewikkelder, maar het maakt het denk ik ook makkelijker om aantal regelingen uit te voeren. Maar het grootste winst zit denk ik toch in dat je vanuit een andere bril die afspraken met elkaar gaat maken en anders je processen inricht. En ik denk dat ontzettend veel processen, de btw-afdracht, alles rondom toeslagen, dat daar heel veel potentie ligt. Maar dan moet je het ook simpel maken, toch? Dan, ja, maar dat doe je eigenlijk doordat je vanuit een blockchain-bril met elkaar aan tafel gaat zitten. Heb je veel meer oog voor de consequenties voor een ander of voor het belang van een ander? En kom je bijna alle gevallen ook tot betere processen? Ja, ik heb ooit geleerd dat software altijd logisch is. Maar dan kom ik soms software tegen en denk, ik weet niet wie dat verzonnen heeft. Maar het kan ook heel onlogisch zijn, toch? Ja, en ook je kunt heel onlogische afspraken maken. Dat lost blockchain niet op. Nee. Maar ik merk bij heel veel, heel veel processen zijn toch ingericht vanuit het blik van één organisatie. Ja. In dit geval is het natuurlijk extra complex, omdat een politiek regels kan opleggen. Ja. Of kan bedenken, die misschien niet altijd uitvoerbaar zijn. Maar je zou dan het belastingstelsel zou je decentraler vanuit een ketengedachte moeten inrichten eigenlijk. Ja, zeker als het gaat over die toeslagen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Als we kijken naar ondernemers. Even het laatste bruggetje vanuit die Belastingdienst, natuurlijk overheid. Maar jij hebt ook met ondernemers te maken vast. Wat kun je daarvan zeggen de komende jaren? Wat gaat daar allemaal gebeuren? Op dit soort technologie, pak ook AI er maar eens even bij.
Ja, beide technologieën zullen denk ik enorm groeien. En wij, dat is niet alleen voor de overheid, maar ik denk ook voor ondernemers. We weten al jarenlang van die technologieën komen eraan en ze worden belangrijker en groter. En ik denk dat de meesten inmiddels dat ook wel beseffen en dat vinden. Maar het is nog best lastig om hoe ga je dan aan de slag. Mm-hmm. En dat zie ik bij veel ondernemers, die worstelen daarmee, maar ook overheidsorganisaties. Mm-hmm. En daarom ben ik zo'n fan van pilots. Je leert gewoon het meeste door gewoon te gaan doen en kleinschalig te beginnen. Ja. En bijna altijd zit het heel dicht aan tegen de dingen waar je toch al mee bezig was en waar je al goed in bent. Dus probeer daar te zoeken van wat kan je met AI of wat kun je met blockchain. En het is vaak heel leuk. Dus het levert door gewoon aan de slag te gaan, levert je natuurlijk ook weer. Het geeft vaak weer een dynamiek in je organisatie. En voor ondernemers verwacht ik dat er dus zowel als het gaat over blockchain als het gaat over tokenization liggen nog ontzettend veel kansen. Maar ook als het gaat over AI. We staan echt nog zo aan het begin van de hele AI-golf. Ja. Ja, je kan nog alle kanten op. En wat is de rol van die Dutch Blockchain Coalition eigenlijk? Van beide coalities, de Blockchain Coalitie en de AI-coalitie, geldt dat we aan de ene kant willen dat de adoptie van deze technologie in Nederland vergroot wordt. We willen de kennis vergroten. We willen graag partijen die wat aan elkaar hebben samenbrengen. We willen graag ook de business uithalen, dat het groeit. Ja. Dat het goed doet in Nederland. Zijn het bedrijven of zijn het... Het zijn beide. Dus het zijn overheden, bedrijven, start-ups. Ik bedoel, de structuur van die coalitie, is dat het is echt een onderneming? Of is het een stichting of een whatever? Het is formeel, valt het onder ECP. Dat is een stichting. Maar het is een lidmaatschapmodel. Dus overheden zijn lid, bedrijven zijn lid. En met elkaar bepalen die de agenda van zo'n coalitie. En wat is de financieringsstructuur dan van die coalitie? De leden betalen een lidmaatschap. En dat verschilt een beetje. Ben je heel groot, ben je een groot corporate of ben je een start-up? Dat verschilt je bijdrage uiteraard. Maar met elkaar bepalen die leden de agenda. Okay. En ook voor ondernemers kan het dus heel interessant zijn. Ook voor kleinere ondernemers? Ook voor kleine ondernemers die kunnen lid worden. Ja. En het helpt je. Het is best lastig om in je eentje aan de slag te gaan. Dus juist in zo'n coalitieverband kun je ideeën opdoen. Kun je netwerk opdoen. Kun je ook met elkaar projecten optuigen. Of meegaan op een missie, bijvoorbeeld handelsmissies. Ja. Of van alles. Belangrijkste uitdaging voor de financiële sector de komende 3-4 jaar, wat jou betreft? Ja, ik ben niet een expert als het gaat om de financiële sector. Maar ik denk die tokenization, die moet je denk ik op dit moment niet onderschatten. Dus duik daarin. En tokenization in het Nederlands, tenminste, en Jip en Janneke taal? Je hebt zeg maar de muntjes, de crypto, zoals de bitcoin, die kennen de meeste mensen wel. Maar wat je ook kan doen is dat je eigenlijk een soort digitale kopie maakt van een asset. Bijvoorbeeld een huis kun je opdelen in muntjes en die kun je dan weer verhandelen. Maar ook zonnepanelen of van alles en nog wat. Dus heel veel fysieke objecten, die kun je een digitale zusje of broertje geven. En die kun je dan weer verhandelen. En dynamischer mee spelen of mee spelen, mee handelen. Ja, en daar staan we echt aan het begin. Ja. En je ziet ook binnen de Europese Unie waren we in eerste instantie best wel huiverig. Van wat moeten we met al die muntjes of met die tokens? En het ging heel hard roepen van, maar dat doen we allemaal niet. We doen blockchain. Heeft dat ook een tijdje stilgelegen. En nu zie je dat de Europese landen één voor één toch wel weer daarna gaan kijken. En ook soms hun standpunten wel herzien. Duitsland heeft laatst een goede strategie uitgebracht hierover. Frankrijk is er druk mee bezig. In Nederland zie je dat het ministerie van Financiën, de Nederlandse Vereniging van Banken, toch nog eens kijken van, moeten we ons standpunt niet herzien? Je ziet weer allerlei bijeenkomsten daarover. Dus die golf is nog lang niet voorbij. En de pilot is disruptief genoeg? Want ik kan me voorstellen dat dit nogal disruptief kan werken op lange termijn. Nou, ik denk, daarom vind ik het... Ik ben geen voorstander van de Libra zoals dat er nu uitziet. Ik weet niet, de munt die Facebook voorstelde. Alleen, ik denk wel dat je dat soort disrupties nodig hebt van buitenaf. En die komen niet vanuit de financiële sector zelf, ook niet vanuit de overheid. Dus af en toe heb je wel zo'n duwtje van buitenaf nodig. En dat heeft Libra denk ik wel gedaan. Ja. Dus ik hoop wel op meer van dat soort duwtjes. Ja, van dat soort duwtjes die de wereld vooruit helpen uiteindelijk. Uiteindelijk wel. En een van de argumenten bijvoorbeeld achter Libra of van die founders was ook van maar alsof jullie het hebben opgelost. Er zijn nog heel veel mensen die geen bankrekening hebben. Ja. Dus zo mogen wij het niet proberen. Dat vond ik wel een goed argument. Alleen zouden we alweer een uur lang, een dag langer door kunnen praten. Mag ik jou danken voor dit gesprek, Marloes. En heel veel succes de komende jaren wat je mag doen. Dankjewel.
En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van The Future of Finance, die ik vanuit CWDTV samen met Nexens mag maken. Dankjewel voor het kijken. Hoi.